Ik spreek hier met Michael Earhart en hij is een van de studenten die geholpen heeft met de blockchain-conferentie. En ik kwam hem afgelopen vrijdag kwam ik hem weer tegen. Toen gingen wij naar een ICO-conferentie in Londen. Er komen heel veel video's van, super interessante sprekers, interviews. En ik vond het interessant om te laten zien hoe nou een student bezig is met cryptocurrencies. En wat voor wereld je dan tevoorschijn komt. Michael, misschien kun je eens vertellen, hoe ben je met cryptocurrencies begonnen? Ja, hi Vincent. Ik ben er eigenlijk een jaar of 4 geleden ingerold. Toen mijn eerste aanraking met Bitcoin was met Bitcoins natuurlijk. Toen was in een periode dat Bitcoin erg aan het stijgen was qua prijs. Volgens mij van ongeveer $100 naar zo'n $1100 in een vrij korte tijd. Ik ben er toen eigenlijk mee in aanraking gekomen via een handelsapp. Ja, plus 500 heette dat. En dan kon je derivaten, dus met een hefboom-effect kon je bitcoins kopen. En op die manier heel snel eigenlijk geld verdienen als het goed ging en geld verliezen als het fout ging. Ja. En in die periode ging het gelukkig aan een stuk door goed, op het goede moment verkocht. Maar op een gegeven moment corrigeerde de prijs weer een klein beetje, maar toch was ik op dat moment al vrij geïnteresseerd. Ja, ja, ja. Dus dat was als student. Hoeveel geld investeerde je er toen in, zeg maar? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik ben begonnen met €25 startkapitaal gratis geld, wat ik kreeg voor het bevestigen van mijn telefoonnummer in die tijd. En ik heb daar eigenlijk niks meer bij gezet. Maar het eindigde op een gegeven moment rond de €1000, denk ik, in ongeveer een maandje. Dus dat ging echt ongelooflijk snel. Ja, van €25 naar €1000. En toen ben je de smaak te pakken gekregen en toen ben je met andere coins begonnen. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, het begon eigenlijk met dat ik ging onderzoeken van, waar komen die bitcoins dan vandaan? He, want op een gegeven moment heb je er geld mee verdiend. Dan denk je van, hoe zit dat allemaal? Nou, ik kwam erachter dat je die munten dus kon minen. Alleen om bitcoins te minen moest je echt best wel wat kapitaal hebben om best wel dure spullen te kopen. Maar tegelijkertijd kwam ik er ook achter dat er heel veel andere munten waren. Altcoins noemden ze die dan. En die kon je wel gewoon met relatief goedkoop spul kon je dat minen. Nou, en op die manier heb ik voor die winst eigenlijk die ik heb gemaakt, heb ik toen een computer gekocht met wat goede grafische kaarten erin. En toen ben ik die munten gaan minen. En langzaam maar zeker bouw je van verschillende munten. Want toen was het ook zo, er werden heel veel munten uitgebracht. Allemaal soort van kopieën van Bitcoin met kleine verbeteringetjes. En als je er snel bij was, ook met het minen, net als dat eigenlijk nu in de ICO's is. Kon je met dat minen, als zo'n munt net uitgebracht was, kon je vrij veel munten krijgen, omdat er nog niet zo heel veel mensen die munten minden. Dus dan was het heel makkelijk om ze te verkrijgen. Ja, dus je kreeg bakken van alle coins. En welke heb je wat was je meest succesvolle coin? Nou, in die tijd was dat Vertcoin. Nou, dat is een munt die had dan een nieuw algoritme om dat te minen. En hij bestaat nog steeds. Hij staat volgens mij ergens op plek 100 of zo van alle munten. En daar heb ik toen rond de 3.000 à 4.000 denk ik mee verdiend. Dus de investering was in ieder geval terug. Hè. Ja. Ik had een computer gekocht en die investering had ik terug. Ja, toen ben ik gewoon gaan zoeken naar nieuwe projecten. Ja. Eigenlijk, ja. En wat was jouw killer, munt eigenlijk? Je was bezig met de NAM, vertelde je geloof ik, hè? Ja, de NAM. NAM heet het dan. Het platform heet eigenlijk NAM. Dat is ooit begonnen. NAM? NAM. NAM, ja. En dat was begonnen eigenlijk uit onvrede, uit de verdeling van Next. Dat was op dat moment ook een munt die, dat was een beetje blockchain 2.0 technologie noemden ze dat dan. Maar die verdeling was heel erg gecentraliseerd. Er waren iets een stuk of 70 mensen. Dat was ook zo'n beetje de eerste ICO eigenlijk. Een stuk of 70 mensen. Die hebben daar toen een kleine hoeveelheid bitcoins ingestopt. Maar de returns die waren ongelooflijk hoog. Dus die mensen hebben eigenlijk in een maand tijd zijn er een stuk of wat miljonair geworden met een begin van $2,000-$3,000. Nou, er waren heel veel mensen waren daar natuurlijk ontevreden over. Want die wouden ook wel graag veel geld verdienen. En die hebben niet de kans gehad om daarin mee te doen. Dus de NAM. De NAM. De NAM begon dus uit onvrede. En hoeveel heb je daarin gestopt? Nou, dat is dus leuk, omdat die onvrede er was, werd het eigenlijk zo eerlijk mogelijk verdeeld. In ieder geval, voor zover je dat eerlijk kan noemen. Dus ze hebben zoveel mogelijk forumaccounts op bitcointalk.org, was dan een forum, hebben ze verzameld. En die mensen mochten allemaal $25 investeren, plus minus. De eerste paar waren gratis en het werd steeds iets hoger, maar ongeveer $25. Ja. En dan kreeg je een aandeel in NAM. Nou, uiteindelijk zijn er 1500
aandeelhouders of stakeholders, zoals ze dat dan noemden, verzameld. En onder die stakeholders, natuurlijk hadden de ontwikkelaars kregen wat meer. En er was wat een potje opzij gezet. Maar die hebben allemaal toen destijds 2.250.000 NEM gekregen. Nou, dat is op dat moment niet zoveel waard. 2.200.000. En hoeveel zijn die NEMs nu? Nou ja, 1 NEM, er is vandaag en gisteren is de prijs wat heen en weer geschommeld van de hele markt. Maar op dit moment, als ik even heel gauw check, zijn die rond de 13 cent per stuk waard. 13 cent, dus 2 miljoen maal 13 cent, dus 2,5 ja. ton of zo heb je daar dan mee verdiend. Ja, ja, dat klopt. En heb je ze al verkocht? Nee, ze staan nog grotendeels vast, wel een deel. Dus dat was de grote klapper voor jou toen. Dus dat, en je ja. bent, en je, wat studeer jij? Ik studeer International Business, dat heb ik net afgemaakt. Ja, dat was mooi. Dat was feest. Ja, dat was je leuk. Toch ook nog in deze chaos van het leven, dat je dan ook nog A, tonnen verdient en B, nog je studie afmaakt. En waar ben je nu mee bezig? Welke ICO's, wat ICO, wat is dan, ICO is dat een nieuwe munt wordt gelanceerd, zeg maar. Ja, maar dat is tegenwoordig steeds makkelijker, hè? Dus zo met Ethereum is dat gewoon een velletje invullen en je hebt je eigen... Wat is een leuke site om je eigen munt, waar je dat voor gebeurt? Waar kun je dat het beste doen? Nou, het zelf creëren. Toevallig op die ICO-conferentie kwam er een platform naar voren, volgens mij. Ja. Moet ik zeggen, volgens mij Ether Party. Dat is dan de nieuwste variant ervan, waarmee je dus met een paar drukken op de knop zelf een munt kan ontwikkelen en releasen. Ja. Maar dan heb je natuurlijk alleen de munt. Dan heb je niet de functionaliteit eromheen. Dat is in ieder geval heel makkelijk. En jij bent nu een beetje gespecialiseerd om op het juiste ogenblik als zo'n coin uitkomt. Waarom is dat zo belangrijk om op het juiste ogenblik zo'n coin te kopen en dan op het juiste ogenblik weer te verkopen? Hoe werkt dat nu? Nou ja, je hebt dus ICO's en daarin kun je investeren. En meestal initial coin offerings of token sales noemen ze het ook wel eens. Ja. Dat is net welke naam je ervoor wilt gebruiken. Ja. En daarin kun je meedoen en kun je een bepaalde hoeveelheid van die tokens krijgen. En vervolgens is het eigenlijk dan de zaak. Ja, als je heel erg veel vertrouwen hebt in een project, kun je het ook voor de lange termijn houden. Zo heb ik ook wel een aantal projectjes. Alleen, in principe is het zo dat elke keer als zo'n munt en token dan naar de markt gaat, en vooral naar een markt met wat meer volume, dus daar heb je exchanges zoals Bittrex of Poloniex en Bitfinex, dan is de prijs eigenlijk veel te hoog. Dus het lijkt alsof mensen gewoon, ongeacht wat het is, het kopen. En vaak heb je dan dat het eerste uur nadat hij op zo'n exchange zit, dat de prijs al keer 3, 4 of 5 gaat. Ja. Nou, als je er dan snel bij bent, dan kun je dus heel eenvoudig eigenlijk je geld verdubbelen. Ja. En wat is nou het moeilijke om op een gegeven moment zo'n munt te kopen? Want dat is niet alleen maar gewoon op Ether of op een website dingen. Wat is nou zo belangrijk waarom je op het juiste ogenblik moet zijn? Nou, er zijn eigenlijk een aantal dingen. Je hebt bepaalde munten die zijn heel snel uitverkocht. Dus er wordt maar een beperkte hoeveelheid aangeboden eigenlijk. En de vraag is veel groter. Omdat heel veel mensen natuurlijk het idee hebben van, hey, met de ICO leg ik $1 in en een dag later of een week later kan dat wel 3 zijn. Dus heel veel mensen willen dat doen en daardoor is de vraag eigenlijk wat te groot. Maar vervolgens zit je ook nog met dat Ethereum eigenlijk nog best wel een technisch programma is. Dus je moet een aantal dingen weten. En je moet weten hoe dat moet. En die smart contracts die dan gebruikt worden om die tokens uit te geven, die zijn ook niet altijd even makkelijk. Dus je moet bepaalde voorwaarden moet je aan voldoen. En daarbij heb je ook nog de probleem met de transactiecapaciteit van het Ethereum netwerk. Dus je moet ook je transactiekosten op een bepaald bedrag zetten. Wil je daaraan mee kunnen doen? Ja. Dus het is ook nog zo dat iemand die niet heel erg veel geld investeert, eigenlijk heel moeilijk die transactiekosten kan veroorloven. Omdat dat vaak best wel hoog oploopt. Er zijn ICO's geweest waar de maximale transactiekosten in de tienduizenden liep. En vervolgens kostte die 10.000 euro's, dollars, gewoon normaal geld. Moet je al aan de miners geven om te zorgen dat je transactie precies op tijd komt. Ja. Dus dan moet je, dat kan alleen maar als je gewoon wat grotere bedragen investeert om 10.000 meer geld te betalen, zeg maar. Precies, dan word je sneller opgepikt door die miners en dan heb je dus meer kans dat jij die tokens vervolgens krijgt. En vaak nemen dat soort mensen ook gelijk een heel groot percentage van de tokens af. Dus die kunnen de prijs eigenlijk controleren. Daarna. Ja, en daar beginnen mensen een hekel aan te hebben, want die hebben dan, die kopen dan een heleboel van die dingen. En daarna gaan ze verkopen tegen 3, 4 keer zoveel
3, 4 veel geld. En dan blijft daar het grootste gedeelte van het geld hangen. Inderdaad, ja. Dus daar zijn nu allemaal beginnen wat andere mensen. Hetzelfde als met IPO's. Dat een paar mensen, een paar investmentbankers alle aandelen weghaalden. En dan proberen mensen nu wat rechtvaardigere systemen te verzinnen. Ja, zeg maar. Hey, hoe vind jij nou uit welke ICO's nu zeg maar hot zijn? Nou, dat zijn eigenlijk twee dingen waar ik naar kijk. Ten eerste is het, denk ik, dat dit voor echt de lange termijn iets toe kan voegen. En ten tweede, mocht ik zeggen van nee, eigenlijk is dit niet een project waar ik vertrouwen in heb in de lange termijn. Dat betekent niet dat je er geen geld aan kunt verdienen. Dus dan ga je dan kijken van nee, hoeveel geld wordt er opgehaald. Ja. Wordt er heel veel opgehaald? Wordt er 5 miljoen opgehaald? 10 miljoen? Kijk, als er wat minder wordt opgehaald, heb je alsnog een goede kans. Welke websites kijk je daarnaar, zeg maar? Ja, meerdere eigenlijk. Een combinatie. Een website is tokenmarket.net. Daar worden in principe eigenlijk alle ICO's weergegeven die eraan komen. Ja. En vervolgens combineer ik dat dan vaak met de Bitcoin Talk Forum. Want daar zitten heel veel mensen zitten daarop. En die controleren ook de credentials eigenlijk van degene die zo'n ICO starten. Ja. Ook kijk ik gewoon naar news outlets in de crypto wereld. Dus dan heb je de Cointelegraph, TheBlockchain.com. Zo zijn er nog een aantal websites die analyseren ook ICO's. Smith & Crown is er ook eentje van. Nou, die combinatie combineer je. En je leest natuurlijk de white papers van zo'n project. Van wat willen ze eigenlijk doen? Hebben ze al technologie? Mocht het beschikbaar zijn, kun je de code van hun applicaties al lezen. Dan moet ik zeggen, ik ben zelf niet een programmeur. Dus vaak heb ik daar dan andere mensen voor die kijken daarnaar. En die vertellen hun ideeën daarover. Nou, en dan alles gecombineerd met een klein beetje gevoel eigenlijk, wat je erbij bij creëert uiteindelijk. Neem je dan een beslissing om te investeren of niet? Ja, oké, dat kan weer een voodoo gebeuren. En jullie hebben een aantal groepjes, een aantal mensen bij elkaar, die zitten dan dat uit te wisselen en die doen dat samen een beetje. Wat voor medium gebruiken jullie om dat te doen? WhatsApp. WhatsApp. Ja, WhatsApp, gewoon een WhatsApp groepje. En ik heb dan ook nog wel andere groepjes, maar dat is op Telegram. Maar dat is met mensen die ik eigenlijk niet persoonlijk ken verder, maar die wisselen gewoon informatie uit. En dan En jullie kijk voelen jezelf een beetje tezamen dat iemand zegt, hey, mag ik meedoen? En dan weet dan precies hoe je dat doet en dat verdeel je dan. En dat is dus een beetje een cottage industrie. En daarna studeer je ook nog gewoon af. En waar ben je op afgestudeerd? Nou, international business. Heb je nog een onderzoekje moeten doen? Ja, ik heb mijn onderzoek gedaan over de invloed van politieke informatie op export performance van bedrijven. Dus dat is iets totaal anders. Maar ook wel interessant. Ja. Wat ga je nu doen nu je klaar bent? Nou, ik ga sowieso focussen op de blockchain wereld in het algemeen qua werk. Verder ga ik ook een master in finance doen. Ja. Oh, dus je gaat niet werken? Nou, ik ga wel werken, maar dat daarnaast, voor mijn idee, valt het altijd goed te combineren. Ik heb naast mijn bachelor ook altijd veel gewerkt. Wel voor mezelf gewerkt, maar niet. Ik wil dat graag combineren. Al dat geld, zeg maar, wat je hebt verdiend, koop je daar nou nog Tesla's van of andere leuke gadgets? Nou, op dit moment nog niet. Ik ben van mening dat je dat rustig moet aanpakken. Ook goed regelen qua wat mag wel, wat mag niet. Maar uiteindelijk zal er toch iets mee gedaan worden. Hè? Maar voorlopig ben ik ook nog niet van mening dat deze wereld klaar is. Dus vind je het echt geld? Voelt het als echt geld? Nou, niet alles, moet ik zeggen. Nee, niet alles voelt nog echt. Maar ik moet wel zeggen, ik krijg wel hier en daar wat geld binnen dus van mensen die ook mee willen doen. En ik heb zelf al wat van die exchanges afgehaald. Dan wordt het wel wat echter. Maar het voelt nog niet heel erg. Nee. Nou, een top activiteit naast je studie. Dankjewel dat je dat even met ons wilde delen, Michael. Dan zie je gewoon de gemiddelde student. Nou, niet de gemiddelde student, maar gewoon een student in Groningen. Of Leeuwarden, waar zit je? Groningen, In Groningen. Die zeg maar eventjes zijdelings een beetje met die crypto-wereld bezig is en waar dat toe leidt. Dankjewel. Hartstikke goed. Hartstikke bedankt, Vincent.